leuk om een filmpje op te nemen over mijn tattoos. Oftewel de tattoo tag. Ik heb op het moment 7 tattoos. Vind ik persoonlijk niet heel erg veel, maar voor mensen zonder tattoos ja, is dat vaak anders. Maar dat weet ik niet. Om te beginnen, tattoos is heel persoonlijk. Ik vind het heel erg mooi. Ik vind het een vorm van kunst. En als mensen vragen van wat vind je later ervan als het nog op je lichaam zit als je oud bent. Ik leef in het nu. Ik ben hier. Ik vind het nu mooi. En als ik later oud ben, dan ben ik dement en dan heb ik wel andere dingen aan mijn hoofd. Dus om te beginnen kan ik wel even wat vertellen over mijn tattoos. Eigenlijk heb ik al mijn tattoos niet echt met een hele diepe betekenis. Gewoon vooral omdat ik het heel erg mooi vind. En het komt ook op je lichaam. Dus uiteindelijk kies je ook dingen uit die je mooi vindt. Dus dat is eigenlijk mijn voornaamste reden. En we gaan maar gewoon beginnen, denk ik. Oké, we gaan beginnen met mijn eerste tattoo. Die heb ik laten zetten in december 2012. En ik heb er toen 2 tegelijk laten zetten. Ik hoop dat hij een beetje focust. De eerste tattoo die ik heb laten zetten is een veertje op mijn pols. En dit eigenlijk puur omdat ik het mooi vond. Ik heb altijd wel een beetje iets met veren gehad. En een beetje dat Indiaanse. Ja, dat is eigenlijk de reden dat ik het heb laten zetten. En veel mensen nemen hem omdat hij ook staat voor vrijheid. Etcetera, etcetera. Ja, dat is een mooie betekenis, maar dat is niet de reden waarom ik hem heb genomen. Dus dat is mijn eerste. Dan heb ik deze laten zetten. Dus aan de binnenkant van mijn onderarm. En daar staat het woord faith. Ik heb deze genomen omdat ik het sowieso een mooi woord vind. En ik vond de lettertypes heel mooi. Ik wou graag een woord op mijn arm waar ook een F in zat. Omdat ik die altijd heel mooi vind zo. Maar ja, ik ging een beetje door een, ja, zal ik zeggen, moeilijke fase. Ik was aan het afstuderen en dat was echt wel een struggle. En mijn oma lag op sterven. En ja, er was gewoon heel veel aan de hand. En ja, daarom heb ik deze toe laten tatoeëren. Plus ik wou wel graag als een van mijn eerste tattoos eentje die dan wel een beetje betekenis had. Dus daarom heb ik deze laten zetten. Ik ben er nog steeds met al mijn tattoos overigens heel erg blij mee. Dan de derde tattoo die ik heb laten zetten. Wordt een beetje lastig om te laten zien, maar ik ga het proberen. Het is een zonnetje aan de achterkant van mijn nek. Ja, het is ook gewoon een symbool waar ik altijd al iets mee heb gehad. Vroeger had ik een maan- en sterrenkamer. Mijn tweede naam, Surya, betekent zonneschijn. Dus daarom vond ik het wel een mooi symbool om te nemen. Ik wou al heel lang een tattoo in mijn nek. En ik dacht dat deze daar het meest geschikt voor is. Omdat ik daar wel wil dat het symmetrisch is. En voor de rest van mijn lichaam maakt het me niet heel erg veel uit. Toen hij er eerst net zat, had ik wel echt zoiets van, oh, wat heb ik gedaan? Maar dat komt omdat je jezelf nooit van de achterkant ziet. En als je dan in de spiegel kijkt en er zit ineens iets, ja, dan moet je daar wel heel erg aan wennen. Maar ik ben er nu ontzettend blij mee. En ik vind het ook heel leuk dat je van de achterkant nu ziet dat ik tattoos heb. Oh, nog even qua pijn. Veel mensen noemen het pijn. Ik persoonlijk niet. Ik vind eigenlijk dat geen een van mijn tattoos echt pijn heeft gedaan. Tuurlijk, het is geen prettig gevoel. Er gaat een naald door je huid. Maar ja, het is zo klein en relatief snel klaar, in ieder geval bij mijn tattoos, dat het heel goed te doen is. Dus als je een tattoo wil, laat de pijn je niet afschrikken. Natuurlijk zijn er plekken waar het meer pijn zal doen dan waar ik ze nog heb. Maar dat zal ik zelf ook uiteindelijk wel gaan ondervinden. Maar mijn eerste tattoo, het veertje. Ik was ook eigenlijk helemaal niet zenuwachtig voor de pijn. En daarom was ik heel ontspannen. We waren nou wel 1,5 uur te vroeg. En het ging daar allemaal heel relaxed en ze gingen nog even buiten eentje roken en nog even wat eten. Dus ja, we konden daar gewoon een beetje rustig op ons gemak gaan zitten. Ja, daardoor kom je wel in die sfeer en ik weet niet, je ruikt die bepaalde geur of zo. En je hoort die naalden en ik had echt zoiets van, nou, kom maar op. En nou, het was ook echt zo klaar. Ik had geen idee hoe lang het zou duren om een tattoo te zetten. Maar dit veertje was sowieso, stond er binnen 10 minuten op. En ik vind hem echt heel erg mooi gelukt. Eigenlijk voor deze, ik denk dat hij hier het meest pijn deed, een beetje bij je bot en zo. Deze, het voelt vervelend. Ik probeer het altijd aan mensen uit te leggen. Zoals dat prikkeldraad wat je vroeger bij elkaar deed op school. Als je, dan pakte je elkaar bij de arm en dan draaide je elkaars vel zo voor de lol. En ja, een beetje dat gevoel. Misschien vind je het wel helemaal niet waar, maar zoiets vergelijk ik het ongeveer mee. Maar sowieso, als je ontspant, dan helpt dat al zo'n stuk. Want als je constant gaat liggen denken van auw of van oh help, dan, ja, dan blijf je ook alleen maar daarop concentreren. En dat is sowieso geen aanrader. Voor mijn zonnetje op mijn rug vond ik eigenlijk ook helemaal niet pijn doen. Ik had verwacht dat het heel erg zeer zou doen, omdat
met die wervels hier en zo. Maar ja, hij zat gewoon achter me en ik heb eigenlijk gewoon een beetje zo geleund. En ik vond het heel relaxed gaan. Dus ja, even kijken. Als ik ze een cijfer zou moeten geven van, ja, 1 uit de 10. Maar ik heb de 10 nog niet ervaren. Dus ik vind dat dan moeilijk, zeg maar. Maar dan zou ik denk zeggen dat dit een 2 is of zo. En deze misschien een 3. We zullen het zien. Dan mijn vierde tattoo. 4, 5, 6. Vergeet ik 1. 4. Oh ja. Ik zit helemaal te denken. Ja, mijn vierde tattoo. Dat is deze bloem. Voor mij is het maar een liefje. Veel mensen zeggen, oh, zonnebloem. Of weet ik veel. Zelf weten. Maar ik wou maar een liefje. En ik wou op de zijkant van mijn pols. Omdat ik uiteindelijk toch nog wel meer wil. En dan vult het de rest van de ruimte wel op. Ik denk dat ik qua pijn deze het vervelendst vond. Ja, ik weet niet. Het is toch best wel een groot stuk over je arm. En hij was er ook best wel lang mee bezig. Ik vind het inkleuren nooit echt vervelend. Omdat dat meer ja, een constante beweging is. Maar die lijnen, dat is altijd wel pijnlijker. Maar alsnog vond ik het heel goed te doen. Maar het was meer omdat ik er wat langer zat. En ja, het begon ook wel te bloeden. Maar ja, als het klaar is, is het klaar. En dan heb je er ook echt helemaal geen last meer van. Althans, ik niet. Misschien dat het nog een beetje, ja, gewoon een beetje prikt of zo daarna. Maar je krijgt een folium en je kijkt er gewoon de halve dag niet naar. Dan haal je het eraf en dan is het klaar. En dan heb je een mooie tattoo. Ik ga trouwens altijd naar dezelfde tattoo shop in Utrecht. En deze heb ik laten zetten door iemand die gespecialiseerd was in old school. Ja, ik wou eigenlijk best wel een realistische bloem. Maar ja, hij wou het wel heel graag doen. Dus ik vond het prima. Ik zei, kom maar op. En ik vind sowieso, je kan wel gaan denken van, oh, als iemand anders het had gedaan, dan was hij weer heel anders geworden. Maar ja, dat is juist het leuke. Het is heel persoonlijk. En natuurlijk moet je je er wel in verdiepen dat het een goede tattoo shop of tattoo artiest is. En dat zijn ze ook zeker. Maar iedereen geeft toch een beetje zijn eigen draai aan. En natuurlijk gaat er ook heel veel in overleg. Ik ben heel blij met het resultaat en hoe het is geworden. Dan gaan we naar mijn volgende tattoo. Dat is deze roos. Ik wou heel lang een roos en ik heb hem laten zetten op een tattoo party hier in Leeuwarden. Want een tattoo shop uit de buurt die bestond 30 jaar. En daarvoor waren er allemaal tattoo artiesten van over de hele wereld uitgenodigd. Om ja, te komen tatoeëren. En dan hadden ze zeg maar hun ontwerpen al klaar. Kleine ontwerpjes. En die kon je daar gewoon dan uitkiezen en laten zetten. Dus je kon niet zelf iets meenemen. Maar ik had deze tattooartiest al gezien op Instagram. En ik had al gezien dat hij hele mooie rozen had. Ja, toen hij daar was. En er lag een roos. En hij had tijd. Toen heb ik dat laten doen. Ja, eigenlijk ook wel heel erg in overleg. Misschien zag je net dat hij hier een stukje heeft weggelaten. Maar daar heb ik een moedervlek. Dus dat tatoeëren ze niet overheen. En voor de rest heeft hij het heel mooi geschaduwd. En de vorm vind ik heel mooi. En uiteindelijk wil ik nog een roos hier achteraan. Zo die een beetje naar beneden loopt. Maar ja, ik kon er maar eentje zetten. En het was ook wel anders heel erg duur. Dus ik heb gewoon eentje laten zetten. Qua pijn. Ja, ik moest heel lang liggen op mijn zij. Zodat hij erbij kon. En dat lag niet echt comfortabel. Dus ja, op een gegeven moment je moet een beetje in zo'n mindset komen dat je het loslaat. Maar in het begin ben je echt van, oh, ik lig niet lekker. En, maar ja, uiteindelijk, ik denk dat hij er, hoe lang is hij mee bezig geweest? Nou, een uurtje? Zoiets? Ik zou het echt niet meer weten. Maar ja, ik vind het echt heel mooi gelukt. Oh ja, en qua pijn, dit stuk vind ik sowieso al meevallen. Dan heb je een wat dikkere huid. Maar zodra die hier meer naar achteren ging. Waar je huid wat dunner wordt en wat gevoeliger. Daar werd het best wel akelig. Maar gelukkig was dat maar een heel klein stukje. Dus nee, dat viel reuze mee. Dan heb ik nog 2 te gaan. Ik wou een zonnetje, maar ik wou ook nog heel graag een maantje. En dit is het maantje. Die heb ik ook aan de binnenkant van mijn onderarm laten zetten. Ik wou ook al heel lang een maantje. Waarom? Ook omdat ik het vooral mooi vind. Ook de maan gewoon in het echt. En ja, ik heb zoiets waar je ook bent. De maan is altijd daar. En dat geldt ook voor de zon. Als er iemand is die je mist of weet ik veel, dan
kun je altijd allebei naar dezelfde maan kijken, dat soort dingen. Bla 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 bla. Maar in ieder geval, ik wou gewoon een heel simpel maantje, wel met een gezichtje, want ja, dan zie je voor mijn gevoel toch beter dat het een maan is in plaats van een half rondje. Ik wou wel dat hij een heel klein beetje blij keek. Vrij neutraal, niet echt helemaal lachte, maar wel dat het mondhoekje een beetje omhoog ging. Dus zoals je ziet heb ik hem zeg maar precies, of nou ja, bijna aan de andere kant van mijn andere tattoo laten zetten. Of zodat het toch nog een beetje enige symmetrie in mijn tattoo zit. Maar wel andere tattoos. Dus dat. En qua pijn, geen pijn. Het is wel, als je echt zo'n lijn trekt, want dat moet hij wel in één keer doen, anders dan, het is net als met tekenen, dan zie je waar opnieuw die nieuwe lijn begint. Ja, het is wel vervelend, maar ja, ik ken de mensen ook bij de tattoo shop, zeg maar. En ja, het is toch altijd een hele leuke sfeer, dus je bent al heel ontspannen. Je praat gewoon leuk met elkaar en er staat gewoon een lekker muziekje op. En daardoor ben je eigenlijk totaal niet bezig met dat je getatoeëerd wordt. Dezelfde keer heb ik ook nog mijn laatste tattoo laten zetten. En dat is deze. Er staat, there is only forward, no other way. Ik vond het een heel mooi lettertype. Het is ook heel netjes gedaan. En ik wou heel graag al heel lang een tekst op de binnenkant van mijn bovenarm. Ik zocht altijd wel naar quotes op internet, et cetera. Maar hoe mooi ze ook waren, ze hadden niet echt een grotere betekenis voor me. En deze tekst komt van een liedje, of komt uit een liedje van het nieuwe album van First Aid Kit. En voor wie het nog niet wist, het zijn twee Zweedse zusjes en ze zingen samen. Ze zijn toch wel een grote inspiratie voor me. En ik heb hun muziek zoveel gedraaid, al sinds mijn 15e. En ik heb al hun albums. Ja, dat dit toch wel meer voor mij betekent dan gewoon een random quote van internet. Dus daarom heb ik die laten zetten. Ook omdat er dingen gebeurd waren waar ik een beetje in bleef hangen. En ik heb zoiets van, je kan alleen maar vooruit, je kan niet blijven stilstaan. Je moet gewoon doorgaan. En uiteindelijk vindt alles zijn weg wel weer. En komt het wel weer goed. Qua pijn was deze misschien ietsje vervelender, ook omdat het de binnenkant van je arm was. Maar ik vond het nog steeds heel goed te doen. Wat ik zeg, als je ontspant en niet je spieren aankrampt, dan is het heel goed te doen. Wat je soms wel hebt bij tattoos, is, of dat gevoel heb je in ieder geval zo, alsof je een soort stuiptrekkingen krijgt als het gezet wordt. En ik ben altijd bang als dat gebeurt van, schieten ze uit of zo. Maar ze houden je arm altijd vast of waar ze tatoeëren. Dus en dan trekken ze die huid strak en dat zit altijd helemaal goed. Ik dacht eerst ook van, voor mijn eerste tattoo, van straks doet het zo'n pijn dat je een spastische uitschiet of zo met je arm. Maar daar is echt geen sprake van. En verder zijn al mijn tattoos in zwart-wit en dat zal ook zo blijven. Ik vind mensen met gekleurde tattoos ook heel mooi, maar dat is gewoon niks voor mij. Omdat ik toch, ja, het is toch je huid en dat is toch een beetje een neutrale basis, zo zie ik het dan. En met kleren kun je nog heel veel doen, maar ja, en ik draag toch ook snel zwart-wit. Vooral nu het weer winter wordt. Dus ja, dat waren mijn tattoos. Ja, ik wil er echt nog sowieso veel meer. Ik heb ook allemaal tattoos in mijn hoofd die ik wil laten zetten. Het is gewoon alleen dat het zo duur is. En dat is eigenlijk de enige reden waarom ik er nog niet meer heb. Maar als ik er weer een aantal bij heb, dan zal ik zeker weer een filmpje opnemen. En ik hoop dat jullie het filmpje leuk vonden om naar te kijken. En los van of je tattoos mooi vindt of niet, ik vind ze wel erg mooi. En ik wou het gewoon graag met jullie delen. Dus dankjewel voor het kijken. Bye!